Klopjacht van de politie op Bradley Doorder. De 24-jarige man wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in Rotterdam en het neersteken van een 32-jarige man in Zutphen. Hij zou vuurwapengevaarlijk zijn, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. We gaan het bespreken met misdaadjournalist Gerda Frankenhuis. Gerda, de politie neemt dit zeer serieus, hè? Ze roepen ook op volgens mij om meteen 112 te bellen, toch? Als, klopt helemaal, ja, want hij is echt gevaarlijk. Ja, tot dusverre heeft een klopjacht nog niks opgeleverd? Er zijn tientallen tips uit heel Nederland gekomen en die worden allemaal, zoals mij verzekerd, door de politie bekeken, serieus uitgezocht. En het maakt hun niet uit of het in Hierenveen, Heerlen of Amsterdam of Den Haag is. Ze nemen alle tips heel serieus. Ja, dus een ernstige zaak voor de politie. Laten we met die dodelijke schietpartij beginnen. Ja. Wat weten we daarvan? Nou ja, ze willen hem zo snel mogelijk van straat. Want hij kwam in beeld voor de gruwelijke moord op de psychiater Jean van Griensven. Die werd in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 oktober doodgevonden in zijn woning. Er was brand gemeld en de brandweerlieden die te plaatsen kwamen zagen daar een man liggen met een schotwond. Ja. Hij is nog naar buiten gebracht en hebben hem nog gepoogd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. En wat is er daarna gebeurd? Want hij is dus weten te ontkomen. Hij is weten te ontkomen. En je hebt later dus ook nog dat steekincident gehad in Zutphen. Hoe is dat dan gegaan? Nou ja, op die moord van die psychiater is een team grootschalige opsporing gezet. Dat is betekent dat er 20 rechercheurs met die zaak bezig zijn. En zij hebben natuurlijk de camerabeelden uitgekeken, ouderwets recherchewerk. En ze hebben digitale sporen nagegaan. En zo zijn ze op het spoor gekomen van deze meneer Doorder. Ja, ja, maar wat is dan het gegeven van die steekpartij? Nou ja, ze hebben dus besloten zaterdag om zijn naam en foto vrij te geven, omdat er informatie binnen was gekomen dat er in een woning in Zutphen een man was neergestoken. Die heeft nog de woning uit kunnen vluchten. En nou ja, die heeft, dat, heeft de politie gealarmeerd. En nou ja, toen kwamen ze er al snel achter dat het de verdachte is van de moord in Rotterdam. Ja, dus er is een verband tussen beide zaken, of is chronologisch? Nou ja, ik weet niet of er een verband is, maar in ieder geval met de vermeende zelfde dader. Ja. En daarop heeft de hoofdofficier van justitie besloten van wij gaan zijn naam en foto vrijgeven, want wij vinden deze man zo'n groot gevaar en we weten niet wat hij in de tussentijd nog meer gaat doen. Nee, toch wel opvallend dat hij dan nog steeds niet gepakt is, hè? Wat kan de politie daar verder over zeggen? Nou ja, ik weet dat ze op alle mogelijke manieren bezig zijn om hem op te sporen. Dat zijn ook dingen die wij allemaal niet zien. En alle tips worden uitgelopen. Ja, en is bekend in welke omgeving die zich ongeveer zou bevinden? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel bekend is dat hij zich voornamelijk met het openbaar vervoer beweegt. En dan met name de trein. Ja, hij zou zich via chatboxen ook zou die contact hebben met mannen. Wat weet u daarvan? Ja, hij met name via Bullchat. Dat is een chatroom voor homo's. Ja. En daarmee maakt hij contacten met mannen voor een seksafspraak. Oké. Nou, dat wordt allemaal nu uitgezocht, maar de politie waarschuwt dus voor mensen die hem zien. Ja, of contact met hem hebben om meteen 112 te bellen en niet zelf hem te benaderen, want hij is echt gevaarlijk. Nou, hopelijk wordt hij snel gepakt in ieder geval. Gerda, dankjewel. Alsjeblieft.